Die hun streven naar Vlaamse zelfstandigheid en zo, komt dat altijd goed uit. Hier moet hij komen, het nieuwe nationale stadion van België, aan de rand van hoofdstad Brussel. Maar let op, dit is geen Brussel. Aan de overzijde van de straat, hier een beetje verder, de Romeinse Steenweg, is het Brussel. En hier zit u in Vlaanderen, Grimbergen. België wil meedoen met het EK met Brussel als speelstad. Maar het bestaande Koning Boudewijn Stadion is te oud en te klein. En daarom moet er een nieuw stadion komen, het Eurostadion. Maar na 4 jaar plannen staat er vooralsnog niets. Het is een echt Belgisch probleem. Het vooral Franstalige Brussel heeft zelf geen ruimte voor een nieuw nationaal stadion. En dus willen ze het hier bouwen, aan de rand van de stad. Maar dit is Vlaamse grond en Vlaamse politici willen niet meewerken. De Vlaamse buurgemeente Grimbergen bijvoorbeeld is bang voor een verkeerschaos. En vreest dat Vlaanderen en het Vlaams hier straks in het gedrang komen. Eigenlijk komt het neer op een annexatie van dit stukje Vlaanderen door Brussel. Want zij hebben voorwaarden opgelegd op de bouw van het Eurostadion. En die voorwaarden gaan inhouden dat Brussel gepromoot wordt. Die voorwaarden gaan inhouden dat niet de Nederlandse taal de voertaal zal zijn. En wij willen vooral vermijden dat er hier een verfransing, een verbrusseling komt van de rand rond Brussel. In Brussel denken ze dat Vlaanderen het de hoofdstad gewoon niet gunt. De Vlaamse nationalisten doen dit omdat ze dus Brussel een hak willen zetten. In hun streven naar Vlaamse zelfstandigheid en zo, komt het altijd goed uit van Brussel een hak te zetten. En dus geen stadion voor Brussel? Zo is het, maar dan ook niet voor België en voor niemand niet. En niet voor voetbalminnend Europa. Voetbalcolumnist Hans van der Weggen ziet het geruzie met verbijstering aan. Als het stadion er niet komt, dan wordt er geen EK gespeeld. Tenzij men op heel snelle termijn het Koning Boudewijn Stadion zal renoveren en de UEFA dat aanvaardt. Maar ik vermoed dat dit niet zal lukken. Hè. Dat is wel een blamage voor België dan? Het zou een blamage zijn voor België, het zou een blamage zijn voor Brussel. Maar zoals ik al eens schreef, dat kan er nog wel eens bij. Ja. UEFA wil hier 3 groepswedstrijden en een 1/8 finale spelen. De aftrap is over 3 jaar.